De kinderen komen de klas binnen. Ze zijn dol enthousiast. De kinderen wilden gelijk naar buiten. Maar de juf heeft ze eerst nog even gevraagd om allemaal nog even naar de klas te komen. Komen jullie ook vandaag naar de bomen? Ja, zeker. Ik heb van jullie net gehoord dat jullie dit weekend bezig zijn geweest. Wil iemand daar iets over vertellen? We hebben heel veel met de bomen gedaan. De stoelen staan er al in, nu alleen nog de bank. Nog één iemand die wat te zeggen heeft? Ik heb al een boel planken thuis. Ja, en dan ook nog wat vloerbedekking erin. Denk ik een paar spijkers hebben, maar die nam Daniek, dacht ik, mee. Ik wil dat jullie voorzichtig doen. Duidelijk? Ja, juist. Oké. Okay. Eindelijk is het zover. De kinderen mogen naar buiten, bezig met een boomhut. De kinderen zijn bezig met de boomhut. Een van de kinderen gaat de bosjes in. Het kindje vindt een mandje met een huilend kindje erin. Ze roept de andere kinderen. De kinderen zijn naar de juf gegaan. De juf gaat samen met de kinderen naar het politiebureau. Hé, wacht eens. Kijk eens wat hier staat. Dit is volgens mij een blond haar, pet op. Hier was laatst ook al in de buurt overal ook iemand met blond haar en een pet op. Die zijn we ook al heel lang achterna. Dus hij heeft meerdere daden gedaan? Ja. Zat op een brommer. De kinderen komen aan bij het politiebureau. De politieagenten zijn op kantoor bezig met een andere zaak. Laatst, ze zijn bezig met de boomhut, maar ze zagen laatst een vondeling. Een babytje. En wanneer was dat dan? Ja, ik was hout aan het zoeken en toen hoorde ik opeens geschreeuw en gehuil. En ik dacht, wat is dat? Dus ik ging kijken en ik vroeg of Kim mee wou gaan. En toen zag ik een babytje liggen. En er zat ook een briefje bij. En ook hebben ze het briefje meegenomen, waar de naam Luc op staat. Ook staat er op het briefje dat Luc al 5 dagen oud is. Waar lag dat briefje? In een mandje, hè? In een mandje, ja. Daar lag het kindje ook in. Vastgeplakt aan het dekentje. Gistermiddag. Hoe laat? Onder schooltijd. Ongeveer om 1 uur, hè? De politie geeft de kinderen toestemming om tijdelijk op Luc te passen. De kinderen werken verder aan hun boomhut. De kinderen praten er nog steeds over dat ze een baby in de bosjes hebben gevonden. De politie heeft de moeder kunnen vinden door een aantal tips van mensen in de buurt. De moeder vertelt het hele verhaal. Waarom heb je het kind gedumpt? Ik heb mijn kind hier gedumpt omdat ik bang ben om teruggestuurd te worden naar mijn eigen land. En waarom wil je je kind niet meenemen naar je eigen land dan als je wordt teruggestuurd? Nou, ik wil dat hij wel een goede toekomst heeft. En dat kan niet in je eigen land? Nee, het is oorlog. Oké. Wij kunnen hier niet over beslissen, maar de rechter bepaalt. Wij mogen verder geen uitspraken erover doen, dat moet de rechter dan doen. Dus wij kunnen u niet meer tot Er is veel oorlog in haar land. Ze komt namelijk uit Syrië. Als de zaak bij de rechter komt te liggen, besluiten de rechters dat ze toch binnen 3 maanden terug moet. De kinderen zijn het er niet mee eens. Ze gaan een actie houden om te zorgen dat de moeder in Nederland kan blijven met haar kindje. Ik ben een handtekeningenactie gestart voor Luc en zijn moeder dat ze in Nederland mogen blijven. En mag ik hier een paar handtekeningen vragen? Natuurlijk, ga je gang. De kinderen verzamelen allemaal handtekeningen. De kinderen hebben genoeg handtekeningen verzameld. De kinderen gaan naar de rechter toe om de handtekeningen te geven. En dat gaat op de zoutster en samen weer heen. Ik ben juf Esmee. Wij zijn een handtekeningactie begonnen voor het kindje Luc en zijn moeder, dat ze kunnen blijven. Ik ken de burgemeester, zullen we er nog wel even naar kijken. Oké. De klas van Esmee en de kinderen dus, die hebben handtekeningen verzameld voor het kindje Luc en de moeder. Oké, ik stel er even naar kijken en dan kijken we verder wat we ermee gaan doen. Oké. Dus ik zie nu dat er handtekeningen zijn ingezameld. Nou ja, we hebben 5000 handtekeningen verzameld voor Luc en zijn moeder. Is dat voldoende dat ze kunnen blijven in Nederland of? 5000 handtekeningen zijn zeker wel genoeg. Ze gaan bezig met de verblijfsvergunning voor de moeder van Luc.
De moeder van Luc woont nu gelukkig in Nederland met haar kindje.